En zijn buurlanden daaromheen. Daar willen we toch echt wel de zekerheid hebben dat we hier niet zomaar een bedrijf hebben. Maar dat het op alle fronten goed zit. En ook met de maatschappelijke betrokkenheid. En het doet mij dan ook heel veel genoegen dat onze koning, zijn de majesteit de koning, het verzoek gehonoreerd heeft. En dat Vroning BV het koninklijk wapen mag voeren bij de toevoeging bij koninklijk beschikking hofleverancier. En daar feliciteer ik u hartelijk mee. En de oorkonde die daarbij hoort, wil ik u nu graag uittrekken. Dus als ik mag Peter zeggen. Peter, van harte gefeliciteerd met je hele team, met je familie, de vijfde generatie. Maar natuurlijk ook bedanken we hiermee de vorige generaties. Want op dat fundament hebben jullie dit bedrijf voortgebouwd. En ja, ik hoop dat jullie nog heel veel jaren in de rechterhand zo'n mooi duurzaam bedrijf mogen zijn. Van harte gefeliciteerd met jullie predicaat hofleverancier. Dank je van 3. Als Avra Vroning Nander er niet was geweest, hadden we dit bedrijf helemaal niet gehad, hè? Theo die overleed. Hoe oud is Theo? 37. 37, was nog jong, hè? Nee, jong. En toen heb u het bedrijf overgenomen. Met hoeveel werknemers had u toen? Toen hadden we er 24. En het kwam eigenlijk zo, we waren niet in gemeenschap van goederen trouw. Dus ik moest mijn eigen brood verdienen met 4 kinderen. En zelf eigenlijk was aandelen had mijn man. En Dick was boven Caspo. Dat was een heel groot bedrijf met 70 man. En die wou graag zijn, er zijn de aandelen van mijn man, dat hij daar verder ging. En ik heb toen gevraagd of ik het op de hele buurt verder mocht proberen. Maar 50 jaar terug, een vrouw in de mannenwereld. En ik vind het altijd leuk, hè, zulke feestjes, als er iets uitgereikt wordt. Het zij een koninklijke onderscheiding, het zij een predicaat hofleverancier. Heeft de gemeente en heeft de burgemeester daar ook nog invloed op? Jazeker. De gemeente speelt ook een rol, zeg maar, bij de voordracht. Uiteindelijk beslissen we daar natuurlijk niet over. Hè. Dat wordt landelijk wordt dat allemaal beslist. Maar daar speelt de gemeente inderdaad ook een rol bij. Hofleverancier, dat blijft toch wel heel bijzonder, hoor, als een bedrijf dat wordt. Ik heb het in mijn jaar als burgemeester nog maar een paar keer meegemaakt. Dus het is heel mooi dat we hier vandaag bij Vroning zijn als hofleverancier.